24 straten in Arnhem zijn op dit moment in de race voor de titel Beste Klimaatstraat van Nederland. Wij gingen een kijkje nemen in de hoogstgenoteerde in de competitie, de Fanny Blankes Koenstraat. Meneer, wist u dat uw straat meedingt naar Beste Milieustraat van Nederland? Nee, dat is voor mij nieuw. Dat is voor ons nieuw. We volgen wel de nieuwskrantjes en zo, maar dit is nieuw voor mij. Maar doet u zelf aan energiebesparing? Ja, veel. Sowieso met de lampen en zo. Hè. Energiezuinig licht. Heb ik zonnepanelen op het dak gelegd, 2 jaar geleden. En je houdt natuurlijk rekening met de temperatuur van de verwarming, een graadje lager en dat soort dingen. Zuinige apparaten. Dus we zijn er wel bewust mee bezig, absoluut. U heeft ook zonnepanelen. Hoe lang heeft u die al? Kleine 2 jaar zit ze nou erop. En u bent er net tevreden over? Ja, tot nu toe erg, want ik kan bijhouden per dag hè, wat het oplevert. En zelfs zo'n dag als gisteren dan, volop zon, dan krijg je toch nog een 4-5 kilo wat eigenlijk gratis dat je mee krijgt. Dus ja, ik ben er echt tevreden over, ja. En in uw straat zijn er meerdere mensen die meedoen met energiebesparingen en zonnepanelen? Ja, zeker. 2 huizen verder, die hebben net zoveel panelen als wij op het dak. En nog een stukje verder in de straat, die hebben ook meegedaan, want dat was een collectieve zonnepanelenactie. Je kent met de buren, die zijn ook wel geïnteresseerd erin, zeker. Ja, absoluut. En u woont dus in de Fanny Blankers Koenstraat. Wat is het voor een straat? Het is heel apart, heel divers qua mensen. Gezellig. Goed contact met de buren, zou ik zeggen. Er is een hele actieve wijkvereniging die van alles organiseert. Wat zou ik zeggen? Een beetje een mix van allerlei mensen. Dat moet ik wel zeggen, want ik kom zelf uit Arnhem-Noord origineel. Hier komen wonen 8 jaar geleden. Maar er valt hier prima. Ja, en natuurlijk een mooi uitzicht aan de Rijn. Hè. Dat is ook het geweldige van. Waarom zou uw straat meedoen met de competitie tot beste klimaatstraat in Nederland, denkt u? Nou, ik denk omdat onze woningen eigenlijk bij aanvang al behoorlijk goed geïsoleerd waren. Dat heeft te maken, denk ik, met de overkant. We wonen aan de Rijn hier en we hebben de haven aan de andere kant zitten. Dat betekent dat er ook stevige geluidsisolatie gemaakt moest worden. Nou, die isoleert natuurlijk ook gelijk temperaturen. Ja, en ik weet niet hoe het bij de andere mensen hier in de straat zit, maar wij hebben in onze woonkamer een vloerverwarming zitten. En dat is eigenlijk de enige verwarming in het hele huis die we aan hebben. Dus ja, het is goedkoopst ook hier relatief. Dus dat is interessant en ik denk dat het daarom is. En als jullie dan ook de beste klimaatstraat in Nederland zouden worden, kun je daar een mooie prijs mee winnen. Wat zouden we met dat geld doen? Nou, dan ga ik zonnecollectoren op het dak leggen. Dat is toch al de bedoeling om dat in het voorjaar te gaan doen. En we hebben een plat dak, dus dat is ideaal en behoorlijk wat meters. Dus dat is ideaal om zonne-energie te gaan opwekken. En dat is toch al ons idee voor het komende voorjaar. En als we nou een impuls krijgen, dan gaat het alleen maar sneller gebeuren. Maar dat het gaat gebeuren, dat staat wat mij betreft al vast. En doet u veel in energiebesparing? Ja, niet zo heel fanatiek, maar we letten bijvoorbeeld wel op, we hebben een paar jaar geleden een nieuwe vriezer gekocht, dat we zorgen dat er eentje is met goede label. En daar geef je dan ook net even wat meer aan uit om zo'n vriezer te hebben. Het voordeel is dat die eigenlijk vochtvrij is, dus gedoe met ontdooien en zo, dat hoeft allemaal niet. De nieuwe lampen die wij ophangen, dat zijn bijna allemaal wel energiezuinige lampen. We letten een beetje op met timers, dat we die niet tot 2 uur 's nachts laten doorgaan. Als het om 00:30 ook kan. Maar dat zijn hele kleine dingen. Maar het zit veel meer in dat je erover nadenkt af en toe.